Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Voor als je nieuw bent, hoi, ik ben Lianne en welkom op mijn kanaal. En in deze video ga ik met jullie het erover hebben over mijn eerste jaar op de middelbare school en mijn doelen voor het tweede jaar. Plus ik geef jullie ook nog een paar tips, gewoon sterke, korte en krachtige tips die je kan gebruiken als je bijvoorbeeld naar de eerste gaat, dus naar de brugklas. Of als je naar een andere school gaat, naar de tweede bijvoorbeeld. En als je dit nodig hebt, laat het dan even weten in de reacties. Dat zou mij heel erg helpen. En dan kan ik ook meer van dit soort video's maken. Als ik bijvoorbeeld in de vierde zit, dat ik dan wat betere tips kan geven. Maar ja, in deze video ga ik dat dus doen. En ik ben heel benieuwd. Ik heb hier even mijn laptop op mijn Notion. Heb ik eventjes een soort verhaaltje geschreven over wat ik allemaal wil vertellen. En dat heb ik al uitgetypt. Maar ik weet zelf ook ongeveer wel wat ik wil vertellen. Dus ja, laten we gewoon maar snel beginnen met deze video. Ik ga timestamps in deze video zetten van doelen, tweede klas, tips en over dat ik vertel over het eerste jaar op de middelbare school. Ik denk dat ik wel terug ben op YouTube, maar dat ik zeg maar niet elke week post. Want ik heb natuurlijk ook school, ik ga naar de tweede klas. Ja, verwacht niet dat ik elke week een video post. Ik heb ook nog rustig mijn andere kanaal, waar ik ook nog video's op ga posten. Dus verwacht niet te veel. Ja, dan weten jullie dat even, dat ik gewoon mijn best doe om een video te posten. Maar dat ik niet altijd tijd heb of zin heb. Want ik ga natuurlijk ook naar school en dat ja, hoort er ook gewoon bij. En mijn sport en afspreken, dus dan weten jullie dat even. Maar laten we nu snel beginnen met deze video. Het begint natuurlijk bij het begin. Ik vond het dus in het begin best wel lastig met nieuwe vrienden maken natuurlijk. Want je laat je oude vrienden van de basisschool achter, als je die had tenminste. Ik had die wel en ik heb nog steeds contact met ze. Wel natuurlijk dat ik met de ander wat minder bevriend ben dan met de ander. Maar dat is gewoon logisch, want je gaat naar een andere school, je maakt nieuwe vrienden. Dus ja, maar dat vond ik dus best wel lastig. Maar het belangrijkste is gewoon jezelf blijven. En hier komt ook mijn eerste tip. Gewoon jezelf blijven. Het is echt super simpel en misschien ook heel moeilijk tegelijkertijd. Maar als jij jezelf blijft en jij trekt aan waar je je comfortabel bij voelt de eerste dag. Of je gaat sowieso je niet anders voordoen op de middelbare school. Dan komt het allemaal goed. Want je kan pas echte vrienden krijgen. En ook oprecht echte vrienden. Als ze jou kennen hoe jij jezelf bent. Want ik bedoel, als je gaat acteren hoe jij jezelf bent. Dan gaan ze jou niet leuk vinden als jij opeens jezelf gaat veranderen. Dus blijf gewoon lekker jezelf hoe je was. En als je natuurlijk verander je wel. Maar ik bedoel, dan moet je wel veranderen op een manier dat je wel jezelf blijft. Dus bijvoorbeeld, er is een populaire meid op school. En daar wil je heel graag bevriend mee worden. En zij houdt van make-up dragen. En jij houdt daar totaal niet van. Ga dan ook geen make-up kopen, want dat heeft geen zin. Je moet gewoon jezelf blijven. Je moet jezelf prettig voelen bij jezelf. En natuurlijk zijn er af en toe van die jongens of meiden op je school die dan een opmerking over je maken van brugger of zo. Maar dat hoort er gewoon bij. Ik heb zelf geen opmerkingen gehad volgens mij. Nee, eigenlijk niet. Behalve ASMR. Omdat ik zeg maar had verteld dat ik een ASMR YouTube kanaal had. En ja, toen gingen ze mijn bijnaam verzinnen. Lianne ASMR. Maar ik bedoel, ik denk dat dat nu ook wel een beetje voorbij is. Maar ja, ik ben gewoon mezelf gebleven. En dat moet jij ook doen. Dus als jij naar de eerste gaat, of je gaat naar een andere school, blijf gewoon jezelf, want dan krijg je pas echte vrienden. Nou ja, bij mij ging vrienden maken dus gewoon vanzelf. Ik had eerst één vriendin, daarna wat meer vriendinnen. En bij mij ging het steeds met ups en downs. Toen had ik weer wat contact met die, toen had ik weer wat contact met die. Uiteindelijk zat ik in een vriendengroep, dat ging prima. Af en toe was er een beetje gedoetjes en zo, maar dat ging ook wel weer over of ruzies. Maar aan het einde van het jaar ben ik uit de vriendengroep gekwakt door redenen die ik privé gehouden. Maar ja, ik heb het daar wel even moeilijk mee gehad. En nu ik daaraan terugdenk ook van echt, dat was wel echt een leuke tijd. Af en toe dan, want ja, ik voelde me er nooit echt bij, zeg maar. Maar het is ook niet zo dat ik nu ga huilen of zo hoor. Ik ben er al lang overheen. Ik kan al lang weer lachen. Ja, dat is dus gebeurd bij mij. En ja, dat vind ik nog steeds wel lastig. Maar ik ga gewoon het tweede jaar beginnen met gewoon goede motivatie. Ik ga er goed in, maar daar hebben we het straks over mijn doelen voor het tweede jaar. En nu gaan we het hebben over mijn school en dan qua huiswerk, leren, plannen, etc. In het begin ging dat echt oeh, je wilt niet weten hoe chagrijnig ik toen was. Oh, dat was echt vreselijk, want in het begin van het schooljaar, vooral met wiskunde, ik dacht echt bij mezelf, oké, hoe moet ik dit ooit gaan snappen? Want ik kijk Eva Rosa nog steeds, maar ik had dus, toen ik haar keek, toen
vond zijn wiskunde dus echt enorm lastig. Een van de lastigste vakken op de middelbare school. Maar bij mij viel dit wiskundejaar echt zo erg mee. Ik heb zelfs paar tienen gehaald voor wiskunde. Maar daar ben ik trouwens wel trots op. Kijk, iedereen is goed in een ander vak. Dus mijn moeder is ook goed in wiskunde. Dus die heeft me er ook bij geholpen. Heel fijn. In het begin is het inkomen met huiswerk en met plannen en met huiswerk. Ja, gewoon met schoolwerk. Want dat is gewoon veel in het begin. Omdat je dat niet gewend bent waarschijnlijk. Ik had in groep 8 op mijn school had ik wel wat huiswerk. Maar niet zoveel als dit. Nou ja, zoveel. Ik ben het nu gewend inmiddels. Maar ja, ik moet straks weer inkomen bij de zomervakantie. Natuurlijk 6 weken geen school gehad. Dus daar moet je wel even inkomen. Dat je denkt van oeh, eventjes aan de bak. Dus verwacht niet te veel van jezelf. En wat vooral een tip is. Er komen tips door random deze video. Dus dat ga ik ook in de beschrijving zetten. Maar wat je moet weten is dat je niet te veel hoge verwachtingen moet hebben. Dus bijvoorbeeld, je moet niet meteen denken als ik naar de eerste ga, krijg ik super veel vrienden. Ga ik helemaal mezelf zijn, ga ik super vaak logeren, heb ik de meeste plezier ever. Want misschien gebeurt het wel dat je gepest wordt. Ja, ik weet het niet. Maar dat kan gebeuren. En ik ben ook gepest. Ja, ik ben ook gepest. Maar dat was maar een paar dagen en dan was het alweer over. Maar dat is echt al het begin van het schooljaar. En dat is al gelijk weer opgelost. Dus ja, maak je geen zorgen. Nou ja, je went er dus best wel snel aan je huiswerk. En op een gegeven moment dan wordt het ook een routine om het elke dag te doen. Ik heb ook een agenda voor volgend jaar gekocht om mijn huiswerk en leerwerk weer in te plannen. En ik zal jullie die even laten zien. Ja, en hier is mijn agenda. Dit is gewoon een simpel agenda. Ik had hem ook in het roze gezien, maar ik wilde eens een keer iets anders dan roze. Want ja, roze is gewoon mijn kleur. Mijn haar lijkt echt super roze en bruin en oranje op camera, maar mijn haar is gewoon blond. Dus blond, bruin, ja, het is heel raar op camera. Maar het heeft gewoon, ja, dit heel simpel. En het is ook weer niet zo dat je echt moet trekken om een bladzijde open te krijgen. Maar het is gewoon een goede agenda. En deze ga ik ook weer gebruiken volgend jaar. Maar ja, dat is dus de agenda die ik ga gebruiken volgend jaar. Over een paar video's komt er ook een What's in my schoolbag. Dus dan ga ik alles laten zien over mijn nieuwe tas die ik heb. Over de schoolboeken die ik mee heb. Mijn laptop. Nou ja, niet alles natuurlijk. Maar gewoon wel veel. Dus dan ga ik dat opnemen voor jullie. En daar ben ik heel excited voor. Maar als jullie een aparte video willen zien over hoe ik mijn huiswerk leer, plan. En hoe ik gewoon mijn huiswerk maak en zo. Of dingen voor school doe. Laat het dan even weten in de reacties. En ja, toen ik ook in de eerste zat, toen ging ik heel veel plannen. Uiteindelijk ging dat steeds beter. En natuurlijk heb ik wel momenten gehad dat ik dacht van, Lianne, wat ben je aan het doen? Dat ik echt gewoon niet handig bezig was. En dat is ook een doel voor volgend jaar. Maar daar ga ik het zo over hebben. Maar aan het einde van het jaar ging het ook heel goed. Ik had toetsweek. Bij mij hebben ze op school maar 1 toetsweek aan het einde van het jaar. Niet door de school heen volgens mij. In ieder geval in de eerste niet. Maar misschien de tweede wel. Dus ik heb gewoon goede cijfers gehaald. Ik heb eigenlijk vrijwel in de eerste alleen maar voldoendes gehad. Ik heb 2 keer een onvoldoende gehad voor Engels. Terwijl ik dacht dat ik juist daar het beste in was. Maar 1 toets had ik een 1 voor gekregen. Omdat dat een leestoets was. Een leerleestoets. Een leesluistertoets. Maar daar kon je dus niet voor leren. Dus ik had gewoon een 1 gehaald. En voor de toetsweek, ik heb de toetsweek ook vastgelegd op beelden. Maar ik ga het niet meer laten zien aan jullie, want ja, dat is een beetje. Dus ik denk van, oké, nee, dat gaan we niet meer doen, dat is te laat. Maar ja, dat heb ik dus opgenomen. Nou ja, dat was dus eventjes mijn eerste jaar op de middelbare school. Ik ben heel tevreden over hoe het is gegaan. Ik heb echt enorm veel geleerd. Dat was dus eventjes mijn eerste jaar. Ik vond het heel leuk om het hierover te hebben. Of nou ja, heel leuk. Het was best wel een beetje privé-achtig iets. Maar ik heb het even verteld en dat vind ik fijn. Of nou ja, fijn. Ik wilde dit video-ideetje gewoon even doen. En ja, dat heb ik nu gedaan. Ik wilde dit eigenlijk eerst op mijn ASMR-kanaal doen. Maar ik dacht van, nou, dan plaats ik te veel kletsvideo's. Dus ik doe het gewoon op dit kanaal en dat is ook helemaal prima. Want volgens mij heb ik nog niet echt een kletsvideo geplaatst op dit kanaal, dus ja, dit is dan de eerste. En dan gaan we nu door naar de doelen voor het tweede jaar. Nou ja, wat in ieder geval mijn doel is, is gewoon de eerste week lekker goed starten. En het boeit me eigenlijk niet echt of ik nou goede contact heb met mensen. Het gaat er meer om dat ik gewoon een goed gevoel heb. En ook al gebeuren er wat minder dingen, dat ik er gewoon positief over nadenk. Dus eigenlijk alles wat negatief gebeurt, probeer een positieve draai eraan te geven.
Dus dat is in ieder geval mijn doel voor het eerste week of zo. Gewoon de eerste weken gewoon, gewoon van alles een beetje de positieve kant zien. En nou ja, het zou me ook heel leuk lijken om met meer mensen bevriend te raken of beter bevriend te raken. Maar dat kan ik natuurlijk niet als hoge verwachting instellen, want straks gebeurt er iets heel naars en dan ben ik nog zetter dan anders. Dus ik ga gewoon het laten gebeuren en me vooral niet te veel zorgen maken, want dat heb je nu niet nodig. Je moet denken over nu en niet over de toekomst. Kijk natuurlijk wel een beetje, maar niet gewoon te veel. Maak je geen zorgen, het komt allemaal goed. En mijn tweede doel voor het tweede jaar is gewoon om nog steeds goede cijfers te halen. En ik vind dat ik gewoon wel onvoldoendes mag halen. Al is het niet te laag, dus ik wil eigenlijk geen ene meer halen. Maar ik denk wel dat het gebeurt. Maar ik zie wel waar het schip strandt. En als ik een keer een onvoldoende haal, dan kan ik ook kijken naar de oorzaak waardoor het komt. En dan kan ik er ook van leren, weet je. Ik moet nog steeds leren en dat komt ook gewoon nog goed. Dus elke week, elke dag, elke maand leer ik veel dingen. Dus ja, dus ik wil vooral gewoon nog steeds gewoon goed leren, goede cijfers halen. Of in ieder geval proberen en mijn best doen. Gewoon meer dan je best kan je niet doen. Dus ik wil vooral gewoon mijn best doen qua cijfers. En vooral niet te veel verwachten van het jaar. Ik laat lekker op me afkomen waar het schip strandt. En ja, ik kijk wel waar ik kom. Dus dat zijn eigenlijk mijn doelen gewoon voor het tweede jaar. Gewoon kijken waar het schip strandt en that's okay. En dat waren dus mijn doelen voor het tweede jaar. Het was niet zoveel, maar dat boeit mij eigenlijk vrij weinig. En ja, wat ik nu ga doen is even nog wat tips geven aan jullie. Wat gewoon wel handig is voor als je naar een andere school gaat of naar de brugklas gaat. Dus let's go! Mijn eerste tip is dus jezelf blijven. Dat heb ik eigenlijk al een beetje in de intro verteld. Dus dat weten jullie wel gewoon. Lekker jezelf blijven. Dan krijg je echte vrienden. En dat is het allermooiste wat er bestaat. Gewoon jezelf blijven en that's okay. En draag gewoon wat jij wilt. Het boeit niet wat een ander vindt. Kijk, er zijn mensen die opmerkingen over maken. Maar probeer niet te lijken alsof het je raakt. Kijk, tuurlijk zijn er mensen die dat zeggen. Maar probeer je daar niet te veel van aan te trekken. En probeer gewoon lekker jezelf te blijven. En ja, gewoon alles op orde te hebben en als er iets een keer misgaat, jammer, daar leer je ook weer van, weet je. Uiteindelijk ben jij degene die niet meer brugger is en dan zijn er bruggers en dan ben jij het goede voorbeeld. Dus gewoon niet te veel zorgen maken over het eerste jaar. Het komt allemaal goed, ik weet het zeker. Bij mij kwam het ook allemaal goed. En vooral hulp vragen als je echt denkt dat je hulp nodig hebt. Verder kan ik je meegeven dat het best wel eventjes zwaar wordt in het begin. Maar zorg gewoon dat je alles op orde hebt. Dat je als je een keer weer slaapt, dat je toch even gaat haasten. En dat je de dingen die je denkt van, oh, dat hoeft echt niet, sla die gewoon over. Want dan ben je het allersnelst klaar. En ja, maak je vooral niet te veel zorgen, want het komt echt allemaal goed. En als je bijvoorbeeld naar de derde gaat, of je gaat naar de vierde, of je gaat naar de HAVO of zo, blijf gewoon jezelf. En zorg gewoon dat je dingen op orde hebt. En een keertje iets vergeten mag, dat mag, heb ik ook gedaan hoor. Ik heb ook heel vaak mijn Engels boek vergeten of zo. Maar daar leer je ook weer van. En zorg voor een goede schooltas. Ik ga jullie even een kleine sneak peek van mijn schooltas voor volgend jaar laten zien. Nou, dit is mijn schooltas. Hij is van Eastpak. Die zien jullie nog wel in mijn, wat is in mijn schoolbag. Maar hij heeft heel veel vakken en dat is wel nice. En hier kan dan mijn laptoptas in dit vak. Hij is echt heel breed. Maar ik ben heel blij met deze tas. Hij is zwart, het combineert ook nog eens bij je outfit. Maar dat is dus mijn tas voor het tweede jaar. Er past eigenlijk van alles in. Want in mijn vorige tas, dat is deze. Dit is mijn vorige schooltas. Ja, je ziet wel dat er iets meer kinderachtigheid in zit. En er zit maar één vak in, namelijk deze. En er zit zelfs... Nee, er zit niks meer in, gelukkig. Maar dit was de tas. Als ik het kan laten zien. Ja, het is helemaal een beetje kut. Maar dit was dus de tas. En met een voorvakje. Hier zitten zelfs nog dingen in. Die moet ik even uitpakken. Maar ja, dat is wat erin zit ongeveer. Maar dit is dus mijn eerste schooltas. En dit is dus mijn tweede schooltas. Dus ja, zorg gewoon voor een goede schooltas. Voor het eerste jaar heb je echt nog niet zo'n grote schooltas nodig. Tenzij je echt meteen van je geld af wil zijn. Maar ik heb de eerste tas bij de HEMA gekocht. En de tweede die heb ik ergens. Die heb ik ook hier vlakbij gekocht. Maar die is van Os of zo. Van Tas en Koffers. Ik weet ook niet meer precies. Maar die is van het merk Eastpak. En
daar kan ik echt wel een paar jaar mee door, denk ik. Dus daar ben ik ook blij mee. En... Oh, wat handig dat die hier zit. En je hebt ook bij deze tas, heb je zo'n... dit zeg maar. En dat zorgt ervoor, ja, daar kan gewoon je drinkfles in ofzo, of je waterfles. Want ik ga waarschijnlijk elke dag naar school even een waterflesje meenemen, gewoon om even lekker te drinken. Want drinken is echt goed voor je. En ik neem waarschijnlijk ook brood mee, maar ik ga dan af en toe op school bij de kantine iets halen. Maar ja, dat was dus eventjes een soort tips. Vertellen over mijn eerste jaar en doelen voor de tweede klas. Ik ben super blij dat deze video afgelopen is, want... Ik vond het best wel eventjes stom om op te nemen ofzo, omdat ik niet zo heel veel tijd heb om deze video te editen, maar het komt allemaal goed. En ja, bedankt voor het kijken naar deze video, ook al was het een beetje een kletsvideo, ik hou er altijd wel van. En ook al weet ik dat ik niet zoveel kijkers heb die naar de middelbare gaan, ik hoop alsnog dat jullie er wat aan hebben gehad of dat er nieuwe mensen op mijn kanaal zijn gekomen door deze video, lijkt me ook super tof. Maar ik hoop in ieder geval als jij dit kijkt... Dat je er iets aan gehad hebt. Dat je misschien een klein ietsje eruit hebt gehaald. Gewoon jezelf blijven. Laat even weten als ietsje heeft geholpen. Want dat zou mij echt heel erg helpen. Gewoon mijn video's nog beter te maken. Of gewoon... Dat vind ik gewoon leuk om te lezen als je het geholpen hebt. Dus ja. Laat het even weten in de reacties. Bedankt voor het kijken naar deze video. En zie ik jou bij de volgende video. Doei doei!